Astrid. Ja. Gefeliciteerd en geniet van je prijs. En natuurlijk. En wat voor sport doe jij? Kan je daar iets over vertellen? Ik doe aan topturnen en wij trainen 30 uur per week hier in de ISPA in Almelo. Dus je bent heel veel tijd aan turnen kwijt. En wat voor school zit jij? Ik zit op het Nordic in Almelo, een loodschool. Dat is een speciale school, hè? Houdt de school dus heel veel rekening met jou? Ja, zeker. We hebben ook een loodbegeleider en iedereen helpt heel goed om het mogelijk te maken. En wat heb jij dit jaar allemaal gewonnen? 3 Nederlandse titels in de meerkamp, op brug en op balk. En wat hoop jij allemaal nog te bereiken? Het uiteindelijke doel is wel echt de Olympische Spelen. Dankjewel en heel veel succes. Ja, heel erg bedankt. Heel goed in gooien. Heel goed in gooien. Ja, dat is wel handig met bowlen, hè? Nou, super. Je hebt echt ook al hele goede prijzen gewonnen dit jaar. MHC Almelo. MHC, gefeliciteerd. Barbara Hubrechts. En wat vind je ervan dat je de prijs gewonnen hebt? Super gaaf. Maar dankzij onze trainers, want zonder de trainers konden wij het niet doen. Hartstikke goed. En welke sport doe jij? En wat betekent die sport voor jou? Sport betekent voor mij heel veel. Ik heb vroeger heel veel gezwommen. En nu zit ik bij de G-hockey-elftal. Waar we al 5 jaar doen met veel plezier. En vorig jaar kampioen zijn geworden. We zijn ook een klasse hoger. Dus... Als je maar heel veel plezier hebt. Ja, super. En dit maakt het af. Dus we zijn heel blij. Dankjewel. Hij is verzegeld en dan mag jij vertellen, wie is de Almelo sportvrouw van het jaar 2016? Wesley Oving. Voor de 4e keer. Wesley Oving. Wesley van harte. Wesley Oving. En jij hebt weer de sportverkiezing, de sportvrouw van Almelo gewonnen. Wat betekent dat voor jou? Ja, dat is een bijzondere prijs die je in ontvangst mag nemen van de stad Almelo. En 4 keer op rij winnen is ook wel uniek. En ik heb vorig jaar een bijzonder jaar gehad. Ben naar de Olympische Spelen geweest. What can I say more? Taekwondo is heel divers in de technieken die je doet en in de stoten. Het is onvoorspelbaar. Je kan een partij niet van tevoren al gaan analyseren van oké, die gaat winnen of die gaat winnen. Het is echt een puzzel. Je bent ook heel vaak afhankelijk van de jury. Hoe belangrijk is dat? Nu op het moment iets minder belangrijk, omdat we met elektronica werken. Dus punten worden gewoon geregistreerd en dat wordt niet meer gejureerd. Er blijft wel een factor jury blijven bestaan, omdat er in het midden staat een jury. En die managt eigenlijk de wedstrijd. Oké, dat maakt het wel eerlijker, denk ik. Ja, dat maakt het zeker eerlijk en dat is ook heel erg belangrijk in de sport. Zeker weten. Zeg heel veel plezier met je prijs. Ja, dankjewel. Jullie ook. We kunnen nog wat nieuwe leden trekken. En wat stoers, maar ook wat krachten vereist is. Mensen die bang zijn om smerig te worden. En ook om een Wouter wat te doen. Dus vandaar dat onder andere Matthijs en ook in samenwerking met Jelle Prins van de actieve club is dit idee gedacht. En het heeft ook zeker al, ik dacht, 7 tot 10 nieuwe leden gedacht. Dus die toestelling als genomineerde ook even een gezellig bij, want kom je naar voren van Almelo FC? Peter Vermeerten van ProSoc Passend Voetbal. En jullie hebben zojuist de stimuleringsprijs gewonnen. Wat betekent dat voor jullie?
Het is de derde nominatie op rij en uiteindelijk zijn we eindelijk eens een keer de winnaar. En het winnen vind ik niet zo belangrijk, maar vooral het bekendmaken van onze boodschap. Dat kinderen met een rugzakje gewoon verdienen om te voetballen en dat ook heel goed kunnen. En daar hebben jullie een club voor die dat kan regelen, die daar zich voor inzet, klopt dat? Ja, ik werk met ProSoc samen met SVDRC hier in Almelo. En in Hengelo en Enschede hebben we ook een aantal verenigingen waar we mee samenwerken. En dat groeit alleen maar op dit moment. En die kinderen die daar voor in aanmerking komen, hebben die specifieke beperkingen of wil je daar liever niet zoveel over zeggen? Oh nee, daar wil ik juist heel veel over zeggen, want er wordt snel gezegd dat het zijn kinderen met beperking, maar ik zie eigenlijk dat het kinderen met mogelijkheden zijn. Het was afgelopen 2 jaar waren we outie-voetbal. We hebben het breder getrokken door passend voetbal ervan te maken. En passend voetbal wil eigenlijk zeggen, elk kind wat een rugzakje heeft, wat niet in een reguliere voetbal kan meekomen, die mag bij ons aansluiten. En we proberen, de doelstelling is om het kind naar het reguliere voetbal te kunnen krijgen. Als dat niet lukt, dan moet er een vangnet zijn en daar zorgen wij voor hem voor. En dan kunnen ze lekker blijven voetballen. Hoeveel kinderen hebben jullie ondertussen? Ik denk als we hier in heel Twente kijken, op dit moment een kleine 70. Waarvan een 20 in Almelo en dan de rest over Hengelo, Enschede en Haaksberg en Losser verspreid. Fijn dat jullie ze zo positief kunnen begeleiden. Doen we heel graag. Een sportman van een jaar, een Almelo dus. Gefeliciteerd, geweldig. Had je het verwacht dat je het zou worden? Nee, eigenlijk niet. Ik had het niet verwacht. Het is altijd lastig omdat het ook een publieksprijs is. Omdat het publiek ook mag stemmen, dus ik ben er wel blij mee. Het is een topsport in principe wat we doen. Ik train er 5 dagen in de week voor in de sportschool. En daarnaast doen we natuurlijk cardio training. En ik werkte voor hem in onze eigen motorzaak om ook nog een budget bij elkaar te krijgen. Ja, want het kost echt veel geld, hè? Ja, we praten echt over hele grote budgetten helaas. En geld is een hele belangrijke factor bij ons in de sport. Maar toch krijgen we het elk jaar weer rondom in het Nederlands kampioenschap, over het Nederlands kampioenschap te rijden. En ik hoop in de toekomst nog een stap te maken, maar het wordt wel heel lastig. Gewoon in blijven vertrouwen, hè? Maar wat betekent de motorsport voor jou? Waarom heb jij daar destijds voor gekozen? Mijn vader die reed altijd een motorfiets. En volgens mij vanaf mijn 5e of 6e levensjaar ben ik achterop gegaan op de motorfiets. En sinds mijn 14e ben ik zelf gaan racen. En ja, sindsdien racen we dus volop, zeg maar. Heel erg gefeliciteerd met je prijs. En geniet er nog even van. Ja, dankjewel. Komt goed. En dat was ook wel fijn natuurlijk. Ik ben Carlijn Koebrugge. En ik heb begrepen dat jij met Eurosport de sportteam van het jaar bent geworden van Almelo. Ja, dat klopt. We zijn er heel blij mee. En jij als enige Almeloze in het team, wat betekent dat voor jou? Nog iets extra's? Het is altijd mooi om zo erkenning te krijgen voor je prestaties en vooral met het team is dat zeker mooi. We hebben de beker gewonnen en de Supercup. Twee mooie prijzen gewonnen. Nu gaan we ons vol richten op de play-offs en hopen om het landskampioen te kunnen spelen misschien. Een groot deel van mijn familie volleybalde wel, dus een keertje met een vriendinnetje mee geweest en ik vond het wel leuk. We hebben echt een leuk team, veel leuke meiden, passen goed bij elkaar. Ook buiten de volleybal doen we leuke dingen. We hebben een nieuwe speelster, Kari. Komt uit Estland, maar hij heeft 5 jaar in Amerika gevolleybald. En die komt ons nu versterken.